Yo gasten van VisionatorNL, ik ben Joey, oftewel, ik ben Joey van het kanaal DCT Games. En ja, ik krijg een gastrol op Chris' kanaal, ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik doe geen live commentary, dit is gewoon een commentary. Mijn achtergrond gameplay is van een team deathmatch spotje. Ik ga hier 38 of 39... Of 38 op 8 of 38 op 7. Ik heb een open tool reset. Ik heb ietsje meer dan een teamstreak. Maar het is gewoon een team deathmatch spotje. En een video duurt 6 minuten of zo. Om 6 minuten team deathmatch spotje. En natuurlijk 38 kills is natuurlijk heel veel in een team deathmatch spotje. Ja. Waar ik het met jullie over wil hebben is. Ik ben gisteren naar Gamescom geweest. En ik ben. Ik wil een beetje hebben over FIFA 16. Black Ops 3. Ik heb Black Ops 3 zelf niet gespeeld, want het was een veel te lange rij. Ik ben natuurlijk geen VIP of zo. Ik heb dat niet gehaald. Ik ben gewoon daar naartoe gegaan als normaal iemand. Normaal, dat is iedereen. En je moest daar gewoon lekker lang wachten. En ik heb voor FIFA een uurtje gewacht. FIFA 16. En ik heb natuurlijk met FIFA 16... ja, daar zal ik zo meteen over beginnen. Het is natuurlijk een heel vet spel. Ja, natuurlijk. Ik ben een FIFA-speler. Ik ben meer een FIFA-speler dan een COD-speler. Dat geef ik zelf toe. Maar ik zal mij eerst even snel even voorstellen. Ik ben Joey. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Eindhoven. En mijn hobby's zijn voetballen. Ik ben zelf keeper. Ik hou van darten. Ja. Ik hou van darten en gamen is ook een hobby van mij. Ik doe nog een opleiding. Ik zit op het Zuma College. Ik doe de opleiding particuliere beveiliging. En ja, dat is gewoon beveiliger worden. Beveiliger niveau 2. Maar ik ben dus niet van... Oh Joey, je bent fucking dom. Je bent niveau 2. Ja, het kan. Je kan dan zeggen dat je dom bent dan. Maar het is gewoon... Beveiliger is gewoon een hele een heel chill beroep. En verdient ook nog wel goed, vind ik. Of dat is gewoon. Het verdient goed voor wat voor werk je verricht. Maar dan ga ik niet verder over zeven. Ik ben al... over mijn hobby's ben ik... Ik ben al 10 jaar. Meer dan... Nee... 12 jaar ben ik al keeper. Ik heb 10 jaar gekeept bij Eindhoven. En daarna ben ik weggegaan. Ben ik naar RPC gegaan. Dat is de grote rivaal van Eindhoven. Die zitten gewoon naast hun. Gewoon het sportpark ernaast. Daar voetbal ik ook. Ben ik ook keeper geweest. 2 jaar. En dit jaar denk ik nog steeds. Maar ik ga denk naar een andere club. Maar ik ga het even hebben over Gamescom. Ik ben eergisteren naar Gamescom geweest. Ik ben de laatste dag geweest, de zondag ben ik naar Gamescom geweest. En ik heb daar FIFA 16 gespeeld. En ik moest tegen een Duitser. Het was met twee andere maten gaan. Dus ja, hun twee tegen elkaar. En ik moest tegen een random iemand. Ik heb tegen een Duitser gespeeld. Hij was best goed. Ik was eerst Inter Milan. En hij was Borussia Mönchengladbach. En ik won met 1-0. Niet bijzonder of zo, maar de tweede wedstrijd deden we samen, vrouwenvoetbal. Weet je wat, dat is nieuw bij FIFA 16, zijn ook dat de vrouwen in FIFA 16 komen. En ja, die vrouwenvoetballen vind ik nog steeds raar, want ik dacht die zijn net zo goed als PSV, zoiets. 4 sterren team, net als Ajax. Nee, zijn meteen 5 sterren team. Spitsen van de Duits vrouwenteam zijn 89, 90. Daar gaat dus helemaal nergens over. Die zulke dingen... Jongen, eigenlijk in het echt zijn die vrouwen slechter als FC Eindhoven, man. In principe. Die zijn echt niet goed. Ik heb een paar jaar geleden... 2-3 jaar geleden... ben ik nog bij Eindhoven. En toen was FC Eindhoven de vrouwen pas opgericht. PSV FC Eindhoven de vrouwen. En toen zat ik in de B1. En toen hebben we een oefenwedstrijd tegen hun gespeeld. En toen was ik 16. En toen hadden we maar verloren met 3-1. Jongen, hun waren 20 en zo. Jongen, hun zijn nog niet... Jongen, ik weet zeker op dit moment... Als wij gewoon door waren gegaan met ons team, jongen... Op dit moment hadden wij hun gewoon genaaid. Dus ik snap niet waarom hun 5 sterren zijn... En ook niet die Duitsers die winnen. Jongen, dat is echt... Ik vind dat zo'n bullshit eigenlijk. Dat die Duitsers en al die dingen gewoon allemaal... Veel te hoog zijn. Het is gewoon veel te hoog. Ik vind dat gewoon echt bullshit eigenlijk. En ja... Gamescom was natuurlijk wel geweldig. Ik heb ook andere games gespeeld natuurlijk. Ark. Jullie kennen die wel misschien als die survival game. Ark heb ik op de Xbox One gespeeld. Die komt daar ook op uit. Het is geen alpha game meer. Het wordt natuurlijk net als Minecraft. En Minecraft was ook een alpha game een paar jaar geleden. Dat is ook weer een echt spel geworden wat je kan kopen in de winkel. Of via de site zelf. Niet via Steam.
Maar Ark wordt dus ook voor PS4 en Xbox One. Dus dat is helemaal mooi. En ja. Dit was het al een beetje voor mij. Ik heb een beetje gezeverd. Ik weet niet of de achtergrond gameplay al ongeveer af is. Ik heb hem hier niet staan nu, jammer genoeg. Ik heb hem net opgenomen. Maar de achtergrond gameplay is mooi om te zien. Vind ik. Want ik ben zelf een FIFA speler. En ik speel niet super veel COD. Dus, dan is 38-8 heel erg goed voor mij. Dus vergeet niet te liken. Mijn kanaal staat natuurlijk in de beschrijving. En ik hoop dat Chris deze video wel online zit. Ik heb al eerder een video gestuurd en die was een beetje afgekeurd. Maar dat is de stijl van Fish. Hij was die stijl die ik had geëdit en zo was niet de stijl van Fish. Ik snap dat wel. Ik heb dat dus. Maakt mij niet uit. Ik ga wel alles live proberen te doen. En ik denk dat dat is gewoon meer Paul en Fish in zijn stijl. Alles live. Zo min mogelijk knippen. Maar ja, bij FIFA, ik deed toen FIFA. En daar moet je gewoon knippen. Dus ja. Maakt niet uit, dus deze video is lekker over COD, een beetje aan het 7 of 4 van 16. Of Black Ops 3 had ik ook nog, ik heb die niet gespeeld. En ik ga hem wel halen. Ik heb nu nog een PlayStation 3, deze gameplay is van de PlayStation 3. Maar het komt nog allemaal genoeg. Ik ga PlayStation 4 halen, komt helemaal mooi. Vind het een like en abonneren en tot de volgende keer. Hopelijk. Ik zeg later.